Yo mensen, voordat de video begint wil ik jullie op de hoogte brengen dat ik een superleuke giveaway ga doen van een glow skin. Dus wil jij deze glow skin gratis winnen? Het enige wat je moet doen is deze video liken, natuurlijk geabonneerd zijn op mijn kanaal en Lars Lion Service volgen op Instagram. En heb je dat gedaan? Laat dan jouw Epic Games naam onder deze video achter en wie weet maak jij kans op deze fantastische glow skin giveaway. Oh shit! Super dood, jullie kennen deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Real jongens. En vandaag gaan wij spelen met de duurste skin combinatie in Fortnite jongens. Zoals je ziet zitten we natuurlijk ook in Fortnite en je ziet dat ik de Renegade Raider aan heb gezet. Ik ga denk ik ook gewoon naar de locker toe om even nog mooier te laten zien natuurlijk welke skins we aan hebben. En ik heb dus de Renegade Raider, ik heb voor de verandering trouwens de tweede versie aangezet. Dus al deze tweede varianten zijn gewoon rare. Maar ik dacht van, ik heb deze altijd aan. Laat een keer deze aandoen. Dus vandaar, we hebben de School Trooper Backbling. Het is niet de mooiste backbling, maar hij is wel rare. Want mensen die de School Trooper dus hebben gekocht toen die laatst in de shop kwam, hebben natuurlijk de groene versie en de blauwe. Alleen ik, omdat ik natuurlijk de paarse School Trooper heb, heb natuurlijk de paarse variant van deze backbling. Dit is ook de enige backbling volgens mij die een beetje rare is. In ieder geval die ik heb, want ik heb geen andere rare backblings. Dus ik zal even de School Trooper erbij halen die we hier natuurlijk hebben. Hebben we vier varianten van. En ik heb natuurlijk ook de OG-versie. Alright, en als pickaxe hebben we natuurlijk de Merry Mint pickaxe. Dit is de enige pickaxe nu die uit is volgens mij die rare is. Natuurlijk, op zich, het is niet insane moeilijk om aan deze pickaxe te komen. Maar als je kijkt net welke pickaxes er nog meer zijn. De Candy pickaxe is gewoon teruggekomen. Hè? Is dus niet meer OG. De Reaper pickaxe, dus zeg maar de Zeiss, die is ook niet meer OG. Dus eigenlijk, dit is de speciaalste pickaxe die je op dit moment hebt. Dus ja. En als laatste hebben we natuurlijk de glider, de Mako glider. Ik heb helaas niet nog een rare glider, want er zijn nog een paar gliders die best OG zijn. Maar deze had je in season 1 of 0 dat je level 25 moest halen. En deze glider is daarna ook nooit meer teruggekomen. Dus dit is ook de rareste glider die ik in ieder geval heb in mijn locker, jongens. Dus we gaan met deze locker een solo potje proberen te winnen. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Vergeet niet alvast op dat duimpje te rammen. Natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Dat is super dood. En jullie support is echt insane de laatste tijd. En we zitten bijna op die 160.000 abonnees. Dus wil je me natuurlijk supporten, vergeet niet zeker even op die like knop te drukken. En als we het toch over support hebben, hey, het zou super dope zijn natuurlijk als je even naar de item shop gaat. En natuurlijk mijn code GAMESREAL in de item shop typt. Daarmee support je mij heel erg. Dat gezegd hebben, laten we gewoon maar een solo potje joinen. En ik ben benieuwd man, of deze skin echt daadwerkelijk onze skill, de OG skill geeft om deze game te winnen. Let's go, we gaan naar het potje. Zo mensen, zijn natuurlijk in het potje aangekomen. En ik ga lekker naar dit plekje toe. Ik land hier trouwens heel vaak. Ik vind het echt een van mijn lievelingsspots geworden. Het is naast Slurpy Swamp natuurlijk. Het is dit mooie huisje. Maar je hebt daar zoveel hout. Het is niet normaal. Waarschijnlijk kennen jullie deze plek allemaal. Maar je kan hier zoveel mats farmen. Dat dit echt een super chille plek is om te landen. Dus ik denk dat er best wel wat mensen. Yo, wow. Oké, heel de lobby landt daar. Oh my god. En dat is de reden dat ik ernaast land. Want ik ga niet op die plek landen. Wat? Dat was echt pleurisdruk gek. Wacht, wat is dit voor wapen? Een shield. Oké, nice. Ik ga gelijk voor deze gun. Wat is dit? Een AR? Nice. Oh, misschien kan ik iemand uit de lucht snipen. Oké, wacht. Even zien. Shit, man. Ah, kut. Zijn net allemaal achter die boom, of niet? Ah, fuck. Ik zag daar twee guys vliegen. Alright, we hebben in ieder geval een gun. Dus dat is nice. Maar holy shit, bros. Het wordt insane druk. Dat is echt niet normaal. Jullie hebben het gezien. Naast mij is Slurpy Swamp natuurlijk. Holy damn, wat de mensen waren daar geland, jongen. Holy shit. Oké, ik denk dat ik gewoon even snel hier de boel even ga looten qua wapens. En ik wil die grote pot daarboven zeker even in de handen nemen. Dus dat is even wel een ding wat we gaan doen. Even zien. Oké, kissy, nice. Oké, ik wil eerst even iets van minis vinden voordat ik die grote pot ga innemen. Bro, deze plek, jongens, is echt de beste voor loot, man. Holy shit. Oké, twee grote pots. Oké, nice. Dan neem ik ook gewoon die andere grote pot op het dak. Ah, chill. Twee pots innemen. Kijk, je hoeft niet eens bij Slurpy Swamp te landen. Wil je groot full shield krijgen? Je kan hier natuurlijk gewoon lekker, blijkbaar, dus ook veel shield halen, man. Chill. Ah, het enige wat ik nog wel wil hebben is een shotgun. Dus dat wil ik wel even snel gaan fixen. Maar waarschijnlijk kunnen we dat hier wel halen. Ai, man. Dit is gewoon de plek. Ai, grijze tag. Nice, chill. Alright, alright. Een groene tag. Alright, alright. Oh, wat teken. Oké, man. Oké, dit is perfect, man. Nu hebben we gewoon een loot die we nodig hebben, jongens. Ja, het kan natuurlijk altijd beter met een gouden scar hier en daar. Maar dit is wel een loot waar ik tevreden mee kan zijn. Een loot. Juist. Dat heb ik net gezegd. Oké, chill. Ik wil daarnaast wel even wat kills gaan pakken. Dus ik ga denk ik gewoon zo meteen een beetje gluren bij Slurpy Swamp. Ik wil denk ik daar wel even gaan kijken of ik daar veel kills kan oppakken. Of in ieder geval een paar. Maar ja, ik moet natuurlijk wel uitkijken dat ik niet een heel leger op mijn nek krijg. Want het was daar echt insane druk. Dat was niet normaal.
Oké, qua hout zitten we al prima. Dus even zien. Dan hak ik nog hier een beetje daar. Oké, ik ga even kijken, man. Ik wil gewoon even checken of ik daar wat kills kan oppakken. Daar een guy, volgens mij. Ja, oké, dat is een chap. Oké, nice. We hebben in ieder geval één guy gespot. Ik kan me niet vertellen dat dat de enige gast is die dit overleefd heeft. Als dat wel zo is, dan is dit waarschijnlijk een fucking god. What the fuck is deze guy? Ik weet niet of dit een bot is, maar deze guy is niet heel slim bezig, man. Okay, ik heb hem fucking hard geraakt, die gast. Ik ga die boot nakken en dan ga ik vol op hem afpushen. Oké, okay, snel die boot pakken, let's go. Yeet. Okay, zit hij daar nog steeds? Ja, oh my god, wat een droeftoeter. Ja, nice, let's go. Oké, okay, ik kon even niet rennen daar. Als dit geen bot is, jongen, snap ik het echt niet meer. Oh, kan ik niet editen, lekker. Where the fuck? Oh shit, hij zit daar. Ik hoor iemand anders. Oh my god. Let's go. Minis. Oh my god, jongens. Het is iets drukker dan ik had gedacht. Ik wist dat dit ook op een of andere manier geen goed idee was. Ik ga bij deze waterpijp chillen. Waterpijp? Lol, dat klinkt heel fout. Oké, okay, zo. Oké, okay, we farmen even heel veel HP nu. Kunnen we niet van full HP hier weer wegkomen? Oké, okay, dit is heel chill. Alright, is het... Oh god, deze guy is goed. Die flickshot daar. Ik ga hier weer chillen. Gast, gratis HP, bro. Okay, jongens, oh my god, ik zit midden in de fucking chaos hier. Oh my god. Zit hij daar? Oké, die guy is sowieso weak daar. Maar er zitten twee gasten nog boven mij, jongens. Oh my god, wat een chaos. Er zit nog iemand beneden. Oh my god, jongens, dit is echt druk. Wacht even hoor. Nates. Let's go. Weer één. Let go. Minis, dank u wel. Oké, dit is zo'n... Ah, shit. Even zien, match. Oké, ik kan die boot gewoon weer pakken. Wat doet hij? Dacht het niet, het is mijn boot. Oké, hij heeft ook floppers bij zich. Oké, we hebben het gewoon overleefd, jongens. Holy shit. Zou ik die innemen nu? Ja. Oké, ik neem die in. SMG laat ik achter, man. Oké, let's go. We need to go. We need to go. We got him, jongens. Holy shit. Oké, even een bootje gebruiken. Yeah! Oké. Oké, we zijn bijna alweer bij de safe deal. Alright, op zich, de match, het is niet insane veel. Maar het is te doen, laten we het daar maar op houden. Ik kan hier wel mee overleven, zeg maar. Hij heeft geen shield meer, hij heeft geen shield meer. Heeft hij een sniper? Nee, hij gaat sowieso healen. Wat doet hij nu? Hij loopt door, what the fuck? Loopt hij daarheen? Hij zit achter die boom daar, of niet? Huh? Waar de fuck is deze gast heen gegaan? Oké, hij is sowieso weak, hij heeft geen shield. Dus ik ga deze guy echt flink pushen. Even random nade, misschien gaat die wel raak. Oh, hij loopt daarheen, man. Hij is zo one shot, hij is zo low. Ik weet niet of hij een sniper heeft. Random nades, vang hem! Oh my god, wat doet deze guy? Ik moet hem één hit gooien. Hij loopt door, hij loopt door. Ik moet op één hitje eronder door. Juist, lekker. Oh shit, wat kut voor hem, ouwe. Oh shit, man, lekker gast. Oké, okay, nice, 4 kills, nice. Zie je, we komen wel met de kills. Alright, let's go. Ik wil sowieso minimaal 7 kills halen. Daar probeer ik echt voor te strijden. Dus dat wil ik echt wel halen. Dat kan ook wel. Misschien wel meer zelfs. Want er zijn nog best wel veel mensen over. 9 man naast mij. Alleen het kut is, de map is nog best wel groot, weet je. Mensen zitten overal te campen in bosjes en shit. Die je gewoon niet kan zien. Kijk, die bosjes, I don't know of daar iemand in zit, weet je. Je kan het niet vanaf hier zien. De kans is wel groot dat daar iemand bijvoorbeeld zit of zo. Alright, Pleasant Park is de laatste safe zone. In ieder geval de laatste stad in de safe zone.
Dus dat is op zich wel een chille plek om te fight in. Dus dat vind ik wel prima. SMG kan ik meenemen. Maar I don't know. Ik hou hem toch liever de heals, denk ik. Oké, ik denk dat ik via rechts ga lopen. Want I want the win. En ik heb liever een win dan natuurlijk dat ik een extra kill erbij krijg. Ik wil gewoon eerst even een beetje mijn omgeving scouten. Zodat ik een beetje kan checken waar iedereen zit. Sowieso iemand op dat dak en daar. Volgens mij zit daar achter ook weer iemand. Ik ga deze guy focussen. Oh shit, okay, dit bedoel ik. Dit bedoel ik, man. Hier, nades, 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 nades. Yo, je bent fucking low, bro. Hier, nade, hoppakee. Hoppakee, nog één. Auf Wiedersehen, jongen. Oké, jammer. Het was beter in mijn hoofd. Yeet. GG, bro. Alright, let's go. We got him. En we hebben een sniper. Oké, daar ben ik wel tevreden mee. Die wil ik wel hebben. Oké, medkits hebben we al genoeg. Snipertje erbij. Let's go, boys. Hier zit ook weer een gast, man. Oké. Alright, daar zit ook een... Oh my god, ik ga die snipen. Ik ga die snipen. Als hij piekt... Ah, fuck, hij heeft mij door. Oké, dit is kut, man. Oké, waar zit deze gast dan? Oké, die gaat niet meer pieken, dat weet ik zeker. Oké, daar zit hij. Je ziet hem, hij heeft mij ook gezien, 100%. Hij zit op het dak, je ziet hem. Got him, let's go, easy. J-Wag, what's up, bro? Hij had wel die nieuwe dinosaurus skin houden, die was wel vet. Oké, 6 kills, dit is prima. Ik moet er nog 1 voor mijn doel. En dan ben ik tevreden. Oké, waar zit die gast? Daar zit een guy. Gaat hij daar blijven? Denk het wel. Oké, we moeten even de season afwachten. Ik denk dat de season ongeveer hier zit, denk ik. I call it, let's go. Oh, hier zo. Kom op. En... Ja, oké. Oh, nice, we zitten safe. Okay, weet je wat het ding is, jongens? Fortnite Chapter 2 is niet meer van... Oké, ik zit safe. Ik ga iedereen pushen nu. Je blijft nu een beetje gewoon zitten op je plek. Aangezien jij nu advantages hebt dat je niet hoeft te moven. Het is veel meer een tactisch spel geworden in plaats van het rennen pushen, man. En ik vind dat wel jammer, want ik was wel altijd van... Yo, ik push iedereen. Ik krijg gewoon alle kills die ik wil, namelijk. Maar, I don't know, man. Het werkt nu anders. En ik heb liever de win nu. Klink! Jammer. Okay, zit... Nee, oké, wacht. Oké, chill is volgens mij dat iedereen nu aan die... Ja, oké, nice. Er zit nog 1 achterblijver ergens die zich niet mee bemoeit. Je hebt hier namelijk een gast op dit dak zitten. 2 daar. Dat zijn 3 in totaal. Plus mij is 4. En dan moet er nog ergens iemand zitten. Ik heb echt hele chille wapens, man. Dit kan echt... Dit is echt perfect. Oké. Die guy blijft een beetje... Ja, hij zit hier nog steeds binnen. Ik plaats gewoon een trap. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik moet hier weg. Oké, ik blijf hier even zitten. Waarom doe ik mezelf dit ook gewoon weer aan, jongens? Oh my god. Ik blijf hier een beetje campen, man. Wat? Hoe ging die mis? Bro, je moet rennen voor de season, bro. Nice, got him. Nice, chill. GG. Oh, de. Oké, ik ga naar die medkits weer. Okay, ergens hier zit ook een guy. Hij gaat mij achterna. Of niet? Ja, oké, fuck it. Let daar. I need some heals, bro! Oh my god, echt. Ik zweer het. Vuile boefies. Ik moet naar die medkits. Oké, ik bouw echt heel overdreven, jongens. Ik wil gewoon niet geraakt worden nu. Oké, ergens... Ja, nice, chill. Oké, we chilling. Oh my god. Oké, dit wordt nog echt spannend. Ik heb geen shield meer. Dat is wel een ding. Oké, maar ik heb wel echt heerlijke wapens. Alright. Geen probleem voor stress, jongens. Geen reden voor stress. We got this. Als jullie geloven in mij, jongens, dan haal ik deze win, jongens. Oh my god, daar liggen minis. Oh, ze lopen allebei daar. Ik wil voor die minis gaan strijden. Nee, maar ik heb een fucking chille positie nu. Die guy is low. Oké, ik ga ervoor, ik ga ervoor. I need some shields. Ik weet niet of dit slim is, man. 1 sniper en ik ben gewoon loose. Die guy zit daar. Oké, fuck it. I want the minis. Okay, let's go. Hoeveel zijn het er? Nice. Oké, let go, man. Oké, even zien. Ik drop mijn AR. Daar heb ik in ieder geval genoeg heals bij me. Want dat is echt nu een ding. Oké, endgame. Oké, volgens mij zat er nog een guy daar links, of niet? Oh ja, daar. Je ziet hem. Daar loopt die andere. Ja, hij heeft mij ook gezien. Ik ga een beetje terug naar mijn oude stulpje. Dat is hier, oh.
Ik heb nog wel op zich. Ik heb gewoon decent match, jongens. Oké, chill. Nice. Dat is wel nice. Nice. We zitten prima. Ik hoor die gast volgens mij naast mij lopen. Oké, dit wordt nog best wel spannend pot, man. Ik hoop dat hij... Kom op. Save zone. Please in mijn voordeel, alsjeblieft. Dat zou zo relaxed zijn. Oh my god, ouwe. Ik heb gewoon zone. Ik heb gewoon fucking zone. Oh my god, dit is heel kut. Oké, je moet gaan. Edit het. Naar beneden, boys. Kijk, dan komt hij achter me aan. Dat is wat we willen hebben. Oké, oh shit, die andere guy komt ook. Oké, hij zit op mij. Even zien, waar is die andere gast onder mij? Oké, we zitten allemaal in zone. Ik heb nog best wel wat ijzer. Oké, die guy beneden heeft volgens mij niet zoveel mats. Oké. Oh my god, dit is gewoon echt een arena potje of zo. Oké, een beetje wat schoten in de tent gooien, anders wordt het helemaal niks. Oké, ik moet wel een beetje opletten op mijn mats nu, man. Die guy boven mij word ik helemaal gek van. Zo. Ik ga deze guy een beetje pushen. Hij gaat lopen, let op. Oh, shit. Dat is niet lief. Zo, mini weer. Bro, flikker alsjeblieft op. Jongens, dit is echt een heel apart woord. Ik wil iemand gaan pushen. Er moet iemand... Oh my god, de zone gaat dicht. Dit wordt spannend, jongens. Die guy gaat hierheen. Ja. Nice. Oh, de safe zone. Kut. Kan ik die medkit poppen? Kom op. 5, 4, 3, 2, 1. Oh shit! Nee! Ik moest reloaden! Nee! Fuck, ouwe! Oh shit, wat was dit voor potje, gast? Hij gaat dood. Oh, wat kut. Oh, wat kut. GG. Oh my god, deze guy. Oh, wat stom van mij, gast. Oh, GG. We zijn tweede of derde geworden eigenlijk. Met 7 kills. Dat was een super spannend potje. Helaas had ik hem letterlijk... Ah, ik had hem kunnen hebben daar, man. Hij was niet zo goed. Dat was echt... Ah, dom. Dom, maar ei. Was wel een super spannend pot, jongens. Hopelijk vond je deze video leuk, jongens. We hebben natuurlijk met een lekkere, dikke OG skin gespeeld. Dus hopelijk vond je deze skin leuk. En ja, ik vond het... ja, ik zou hem niet aanraden, deze skin, maar... Het is wel de OG skin die je bij elkaar kan schrapen. Laten we eerlijk zijn. Jongens, bedankt voor het kijken. Vond je de video leuk? Vergeet dan zeker even een dikke like aan te tikken. En natuurlijk ben je nog niet geabonneerd. Dat zou super dood zijn. Want we gaan naar die 160k toe. Dus het zou super ziek zijn als je natuurlijk abonneert. Om natuurlijk mij te helpen naar de 160k. Dus sowieso dikke rest van jullie. Bedankt voor het kijken. En ik zeg tot morgen bij een nieuwe video om 6:30. Later mensen.